De tijdlijn van de overeenkomst tussen Suriname en het IMF blijft overeind. Dat heeft president Chandrika Prasad Santokhi benadrukt op een regeringspersconferentie. Het staatshoofd gaf aan dat het enige dat niet consequent loopt met tijd de BTW-kwestie is. Op basis van een driejarig programma, een overeenkomst wat wij met IMF zijn overeengekomen, dat bleef. Wat nu gebeurt is dat één onderdeel daarvan, namelijk BTW, verschoven is. De rest blijft. Dus in september zal IMF nagaan of al die andere zaken wel gehaald zijn, inclusief IMF. Nu hebben we meer ademruimte. U weet, er is een issue met betrekking tot BTW waar we allerlei verzoeken krijgen dat heel wat instanties nog ook gehoord wensen te worden. We hebben als regering beslist, vanwege ook de druk op die tijdlijn, dat wij die BTW goedkeuren, sturen naar DNA en dat de commissie van de Nationale Assemblée alle stakeholders zou uitnodigen om hun inzichten te vernemen en op basis van de inzichten tot amendementen zou komen van die BTW. Na de gezamenlijke evaluatie zal ongeveer $125 miljoen in één keer worden overgemaakt naar de Centrale Bank van Suriname. De president deelde mee dat het niet verantwoord was om de BTW nu in te voeren. Daarom is het uitgesteld naar 1 januari 2023. Kijk, je moet rekening houden dat de BTW niet naast die omzetbelasting zou komen. BTW zou komen in de plaats van omzetbelasting. Dus technici kunnen berekenen wat we nu hebben aan inkomsten van omzetbelasting. En als dat weg zou vallen, wat de inkomsten zou zijn uit BTW. En dan kan je in feite het verschil zien. Want inmiddels, door die verschuiving, gaat omzetbelasting nog door. Alleen vind ik dat die omzetbelasting nog niet agressief geïnd wordt. En dat er omzetbelasting achtergehouden wordt door heel wat verkoopinstellingen. En dat die overdrachten die plaatsvinden. Dus als we daar een agressief beleid kunnen voeren, en die opdracht is al een belastingdienst gegeven, zodat we het gat kunnen dichten. Maar dat kunnen we technisch berekenen, dat kunnen we na deze persconferentie geven, wat in ieder geval het gat zal zijn aan de hand van wat de inkomsten zijn van omzetbelasting, wat de inkomsten zou zijn van BTW en het verschil daartussen. Vanwege het uitstel van de BTW-invoering zal er een tekort aan inkomsten zijn. Maar de minister van Financiën en Planning zal deze tussentijds opvangen met reserves die zijn opgebouwd, zei de president.